Rijders tussen 10 en 13 jaar oud schrijven in de klasse X30 Cadet voor deze tweede wedstrijd in de AMA Series Benelux op het circuit van Spa-Francorchamps. Deze wedstrijd die meetelt voor het Belgisch kartingkampioenschap 2018. 13 ingeschreven rijders in deze klasse met Olivan Fait, met Yuri Bonte en Maxime Furon-Castellijn uit Luxemburg vooraan. De vierde tijd voor Victor Louis. Twee kwalificatieheats werden er afgewerkt. Mooi aan de leiding de 61 Olivan Fait. En dan gaat het mis en dan zijn ze boos op zichzelf. Deze kadetten van 10 tot 13 jaar oude jonge leeuwen in de autosport. Dan worden er punten gegeven aan Olivan Fait. Aan Victor Louis, aan Maxime Furon-Castellijn en Yuri Bonte. En dit is de startopstelling voor de finale. En die wordt gereden onder de zon in Francorchamps met Maxime Furon-Castellijn, met Victor Louis, Yuri Bonte en Lucas Taalman. Start gegeven met Furon-Castellijn en Lucas Taalman. Dat zijn de koplopers. Victor Louis die naar de tweede positie komt en de derde positie voor Lucas Taalman. Het gevecht om de derde positie tussen Taalman en Yuri Bonte. En Bonte, de Nederlander die de derde positie overneemt. Geen geluk voor Lucas Taalman. Hij moet jammer genoeg met problemen aan de kant. Hier staat het nummer 15. Game over voor hem. Derde onder de vlag is Yuri Bonte. En hij wordt dan gedisqualificeerd. Zijn kaart is niet conform het technisch reglement 2018. Victor Rouy, hij komt opnieuw naar voren. Maxime Furon-Castellijn. De winnaar die zegt van ik mocht al op pole position starten. Het was dus iets makkelijker voor mij. Om weer de weg te komen en tevreden met zijn overwinning. Mooi podium hier in Francorchamps. De volgende wedstrijd in Genk op 21 en 22 juli aanstaande.